Town. Hey mensen, welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwe dinsdagtip. Woe! Ja. De dinsdagtip. We hebben vandaag, wat hebben we? We hebben pinart. Oh, ik dacht ik allemaal achter voren stonden, maar het is niet. Wat is het? Ja, iedereen kent dit. Laten we. Oké, ik ken het wel, maar ik zie het altijd staan en dan denk ik van, oh leuk. En dan durf ik het niet, want dan ben ik bang dat mensen met hun Simon neergegaan zijn of zo, weet je wel. Nou, dat is wel grappig om te doen, maar... gaan we vandaag niet doen? Oké, het is dus gewoon zo'n ding. Het is een soort van vacuüm matras waar je op gaat liggen. Ja, met spijkers erin en dan doe je zo en dan... Wow, oh, high five! Oh, kapot. Nou. Nice, dat is hem helemaal. Ja, laten we een leuke ding mee doen. Doe maar zo neer. Ja, doe maar eens iets geks. Hij blijft niet eens staan. Ja. Oké, dit heeft nog nooit iemand gedaan met dit ding. Oh! Zie je het toch niet? Het lijkt net een penis, denk ik. Oh, ja, nou, interessant, dat... interessant. Maar wat is het mooiste is om hiermee te doen? Je hebt hem nu verkeerd om wat denk. Oh shit. Wauw. Je neus hier zo zitten, je mond. Oh. Zullen we hem zo laten? Gewoon in de kast zitten en zo laten. Dan ben je voor eeuwig. Zal ik eens proberen? Ja, hoe deed je dat nou? Ja, gewoon zo. Nu je gezicht erop doen. Je kan ook van voren doen. Moet je wel je neus een beetje plat drukken. En naar achter. En dan hoppatee, vallen al die plekken. En dan ga je nu weer rug recht omhoog. Maar even recht blijven. En dan haal je hem voor iets verder in. Neus. Ja, dat is zo'n paaseiland beeld. Ik heb een grote neus, jongen. Hoe is het? Is het wel mooi? Wat is nog meer leuk? En mijn voorkant. Maar dat voelt raar, alsof je een soort van zand in je gezicht krijgt of zo. Ja, dat is niet prettig. Nee. Oh. Wow. Wow. Fuck sick. Het is wel na. Echt, sorry. Je ziet het raampje hier zitten. Ja, zo spectaculair is het eigenlijk helemaal niet. Best is dit mooi. Het is wel spannender in mijn hoofd. Ja, de meeste dingen. Kijk, hè, spannend hoofd. Nee, maar, dat komt nu naar voren, wacht, ik moet nog even goed doen. Hier, check even die papoea lipjes. Je hebt echt van die negen lipjes. Geweldig. Ik zou het kopen. Maar ja, wat zou je ermee doen als je hem thuis hebt staan? Die zou je gezicht zo één keer in doen. Is het echt heel sexy uit van zo'n zijkant als je het zo doet? Wauw, het is een half maatje. Ja, dan kan je ook nog een soort penis zo van mond in laten. Chill, dit wil je toch thuis hebben als je ooit een keer jezelf wil visualiseren met een piemel in je mond, dames en heren. Dan doe je het gewoon zo. Dan doe je gewoon zoals Thomas het voor de. Je kan het photoshoppen. Dik hoor, zo'n dikke. Vind je dat een dikke penis? Nou, voor je zeg maar wat erin past. Anders past het niet. Matig. Ja, dus het is echt een... Het is voor thuis gebruik, hè? Het ja, is voor een... Je kan alle kanten weer. Je kan die kast inzetten of zo. Je kan mensen beledigen door dit te doen. Man, middelvinger. Oh, ja, is wel mooi. Zo. Het is echt mooi aan. Sowieso een Malikov om. Je kan autootjes erin houden. Je kan er vrij weinig mee, maar tegelijkertijd kan je er ook zoveel mee. Ja, wacht, kunnen we deze kunnen? Hup. Kijk. Of zo. Deze is netjes, deze is netjes. Je kan een beetje stoer doen dat je een pistool hebt. Ja. Hou je hem gewoon weg. En dan zeg je dat het een echt pistool is. Got a gun. What up? Er staat er niks op de doos nog of zo van uitleg van... Pin art is easy to use to capture your profile simply. Make sure all pins are fully extended from the back. Close your eyes. Het is echt voor je gezicht. Hold pin art straight and press it gently from the side of your cheek to the front of your face. Nou. Maar waarom doen ze dan een fotootje van een hand op de voorkant? Ja, nou, weet ik niet. Het is niet voor kinderen onder de 9, want die gaan waarschijnlijk dood. Ja, ik vind het wel bijzonder dat zeg maar, de enige aanwijzingen die erop staan, dat is dit. Voor de rest is het alleen een zwarte doos. En dus, dan staat er dus op dat het voor je gezicht is en dan kiezen ze voor deze foto. Dat is best wel dom. Maar misschien is het gewoon je creativiteit die je moet loslaten, weet je erop. Maar zet dat dan hierop. Het is trouwens naar als je zo met je hand kan zetten. Nou, conclusie. Conclusie. Ja, leuk. Voor één keer en dan zet je het neer en dan kijk je er even naar. Het is niet echt om te spelen of zo. Nee. Het is echt zo'n cadeautje wat je krijgt van een verre kennis. Als je 12 bent. Hey Rick, gefeliciteerd met je vraag, jongen.
Alsjeblieft. Alsjeblieft. Doe wat leuks mee. En dan kom je terug en dan staat ze achterop als piemel erop. Hoge kans. Goed. Koop het. Ik zou het ook sowieso kopen als mijn oma jarig is of zo, weet je wel. Dat kan ze wel van genieten. Maar verder, het is niet oninteressant. Nee. Pinhard. Dank voor het kijken. Vergeet deze video ook niet te delen met al jouw vrienden. Als je dit ding ook geweldig vond. Ja. Dat vond ik heel overtuigend. Ja, precies. Maar gewoon een groen duimpje of blauw duimpje achter tegenwoordig. Vergeet niet te abonneren, want elke dinsdag hebben we een nieuwe dinsdag tip. Met andere mensen erbij. Met leukere dingen waarschijnlijk. Ik weet het niet. We gaan het zien. Tot de volgende keer.